Filip, jullie hebben vandaag een oefenwedstrijd gespeeld met Gladbach tegen Lierse. Ja, Lierse, jouw ex-club, waar je toch een beetje naam hebt gekregen. Hoe was het om terug tegen Lierse te spelen? Ja, ik keek wel een beetje uit naar die wedstrijd. Dus sinds een paar weken dat ik wist dat hij vast stond. Dus het is altijd leuk om nog eens tegen Lierse te spelen. Dus ook met vele supporters die er nog eens bij zijn. Dus ook om Erik, Stanley en zo die jongens nog eens terug te zien. Ja, het is altijd leuk. Ja, de wedstrijd zelf, jullie waren duidelijk een paar categorieën sterker dan Lierse. Ja, de eerste helft waren we denk ik beter. Ik denk de tweede helft was misschien een beetje meer, ging het een beetje meer op en af. Maar ik denk wel dat het verdient. Ja. Dat verdient is dat we gewonnen hebben. Dus ja, maar het resultaat in die matchen is niet zo belangrijk. Ik denk belangrijk is dat je dat ritme in die benen krijgt. En zowel voor Lierse als voor ons was dat een goede test. En hoe ver staan jullie nu in die voorbereiding? Nog niet ver, we zijn een tweetal weken begonnen. Dus er zijn nog een tiental jongens die er niet bij zijn. Internationals, die komen later. Dus we zijn zeker nog niet compleet. En daarom. Ik denk, we hebben nog maanden tijd. Vooral hier de eerste wedstrijd voor ons begint. Wat vond je van Lierse sportief gezien dan? Ja, ik denk wel dat ze proberen voetbal te spelen van achteruit. Dus dat ze een aantal goede voetballers hebben, zeker in middenveld. Dus ik denk misschien dat ze een beetje te weinig gewicht hebben vooraan om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Mits ze één of twee versterkingen komt, zal zeker ook wel goed komen. Volg je Lierse eigenlijk nog? Zeker en vast, ja. Dus ik heb een schitterende tijd gehad daar, 3 jaar gespeeld. Ik ben er ook van overtuigd, zeker met deze trainerstaf, zeker met Stanley als hoofdcoach, die toch veel leven in de groep brengt, denk ik. Dus dat het alleen maar naar boven kan gaan met Lierse. Tweede helft speelde je tegen Dolly Menga en speelde met iets te veel flair. En jij, dat waren wel best wel aardig duels dan. Ja, dat mag. Dus leuk, hè. Dus tegen zo'n speler te spelen, dus moet je proberen om agressief en kort erop te zitten. Dus ja, waren wel een paar goede duels. Bedankt, Filip. En succes dit seizoen.